Hoi allemaal, ik ben Bas de Recht. In het dagelijks leven train ik paarden vooral. Geef ik les, dressuurles en train dressuurpaarden. En samen met mijn partner Amber Koppen leid ik de Recht Dressage Center. En dat bestaat uit het trainen en revalideren van paarden, het opleiden van de instructeurs en het verspreiden van kennis en kunde. Ik doe mee als jury aan de Longeer Challenge van de Hoefslag. Omdat ik het ook een goed initiatief vind. Want longeren vind ik zelf een heel belangrijk aspect van de training. Zowel in de basistraining, maar ook voor verder opgeleide paarden. En in het veld zie ik nog wel dat longeren altijd een beetje onderschat wordt. Meer eens rondjes laten lopen, het paard even onbelast beweging geven of uit laten rennen. Terwijl het longeren juist heel veel te winnen is. En je heel technisch kan trainen en gymnastisch kan trainen. En ja, dat vind ik dus ook heel leuk om te zien hoe mensen er al mee bezig zijn. Maar ook vooral leuk om er feedback op te geven en kennis te delen met de mensen over longeren. Van de deelnemers verwacht ik dat ze vooral ook meer willen leren over longeren. Dat ze filmpjes in gaan sturen met wat ze nu aan het doen zijn. En dat ze van de longeerexperts dan feedback verwachten om weer verder te kunnen gaan. Bij longeren denk je vaak alleen maar aan stap, draf, galop op een cirkel. En dat je een beetje met overgangen misschien kan werken en naar lengtebuiging. Maar er is met longeren veel meer mogelijk. Ik train mijn paarden ook in Piaf Passage aan de longe en of dubbel longe. En ook de verzameling in de galop als voorbereiding op de galoppirouette is mogelijk. Daar denkt eigenlijk niemand aan dat dat allemaal kan, maar dat kan wel zeker. En ook leuke trucjes als Spaanse pas en dat soort dingen. Dus dat lijkt me ook leuk om, als er al mensen zijn die met hogere oefeningen bezig zijn en die dat aan de longe willen leren of al aan het doen zijn, dan lijkt het me ook super leuk om daar filmpjes van te krijgen. Dus dat kan van alles zijn. Passage, piaf, galop, pirouette, werk, Spaanse pas, kunstjes, alles is welkom. Want longeren is veel gevarieerder, kan veel dynamischer gebruikt worden dan het beeld dat het nu heeft.